Frans, zullen we tekst leren, hè? Hetzelfde als je in Nederland of in het Vlaams een tekst leert, hè, dat ik ook moet zien dat je eruit komt en dat dat ook moet. En in het Frans, ja, dat is gewoon je gewoon goed voorbereiden, gewoon goed je tekst leren, weten wat je zegt, de scène goed kennen en dan zonder dat je nog moet nadenken. Maar dat is in het Engels ook zo, of in het Nederlands ook zo. Je moet gewoon goed zien, als je een tekst goed kent, dat je niet meer moet nadenken, dan komt dat intuïtief vanzelf, of impulsief, of die impulsieve reacties, die komen dan vanzelf. Als je voorbereidt, als je op voorhand repeteert, hey, dat is mij, Dardenne bijvoorbeeld, hebben we op voorhand gerepeteerd, probeerde dingen, en dan improviseerde, en dan legde de dingen zo een beetje vast. Hey? Dat is klaar, die scène is klaar, je gaat die draaien. Dat is met Frans ook zo, denk ik. Je hebt die scène. En stel dat je zegt van, ik wil hier dat zeggen. Zeg je dat gewoon in het Nederlands. Zegt van, dat is dat in Frans. Ja, kan dat. Oké, je kopieert dat er gewoon in. Dus op dat vlak is je voorbereiding gewoon altijd belangrijk. Als je lezingen hebt of repetities. En het is niet zo dat in elke film dat iedereen er heel plots ligt te improviseren. Dus er worden teksten geschreven door scenario schrijvers die je dan wel naar je mond zet en waar dat je wat mee kunt jongleren. En dat is eigenlijk gewoon in het Frans. Frans is hetzelfde, ja, denk ik. Dat je er een goede spreektaal krijgt. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.